Maar ja, helemaal onverwachts kreeg ik een snel bezoekje van mijn geweeste begeleider van Cerelo nog. Maar dit zijn de snoepjes. Ja, die gooi ik erbij in. Ja, lieve vrienden, een hele, hele fijne, liefdevolle middag gewenst. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenbol. Want daar zijn jullie weer aan beland. Ja, en het is vandaag alweer reeds maandag. En het is de 9e van de 1e 2023. En we leven alweer om 12 over 2. Ik had alweer terug kunnen zijn met de meisjes, maar ja, helemaal onverwachts kreeg ik een snel bezoekje van mijn geweeste begeleider van Cerelo nog. En hij is met de fut en alles, bla 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 bla. En ja, nu is het zo, nou zijn we gewoon vrienden, ik heb zijn telefoonnummer gekregen. Nou ja, dat moet allemaal kunnen. Ja, hartstikke leuk. Maar nou zit ik ook weer met een haak aan mijn nagel, is ook minder. Ik moet toch nog zuigen. Dus ja, al met al is het weer veel later geworden dan het zou. Want ik was bij tijd. En ik was Gandalf eten aan het geven. Dat hij voor mijn keukenraam kwam te staan. En ja, praat hij, maar die honden die gaan tekeer, dus ik versta dat niet. Dus ik loop naar buiten, naar de tuin, naar de poort en ik zeg, nou, kom dan binnen joh, je weet het toch. Dus hij komt binnen, nou even het een en het ander verteld, et cetera. Maar ja, nou moet ik dus nog met de meid uit, ik moet nog boodschappen, ik moet verder met de boom. Het is wel zo, als die boom eruit is, dan hou ik even op met de kerst. Dan ga ik hier eerst schoonmaken en de keuken doen, want het is één dikke bende. En dat wil ik ook opgeruimd hebben. Ja, even weer stofzuigen, et cetera. Nou ja, dat moet dan toch zo zorgen dat die boom er ook uitgaat. Maar ja, in ieder geval, of ik daar nu aan toe kom, anders had ik er wel naartoe gekomen, maar nu weet ik het niet. Als ik er niet aan toe kom, dan moet dat morgen weer. Maar ik hoop dat ik er aan toe kom. Maar de boodschappen gaan nou ook eerst nog voor. Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van je dag. Doe het met een lach. Gaan nou wij ook weer doen. We gaan gewoon weer door. En ja, het was dus nou 14 over 2. Dus wij gaan er snel vandoor. Dus ik zeg, tot later maar weer hoor. Doei, doei. Zo, we zijn weer thuis. Ja, en het is koud en toch is het mooi weer. Het is gezond weer. Ja. Ik heb mijn boodschappen in huis. Dus dat is ook helemaal weer klaar. Brood, drinken en snoepjes voor de hondjes, voor thuis. Niet voor onderweg, maar voor thuis. En een doos natvoer voor Gandalfie. Dus ja, maar de tas die wordt ook zwaar. Dus ja, wat wil je, dan gaat het. En ja, ik heb mezelf even verwend hoor.
was in de aanbieding. Dus normaal zijn ze hartstikke duur. En nou, zeg maar 3 euro. Normaal zijn ze zo wat 4 euro. Nou ja, wie doet je dan wat? Als het een wat goedkoper is, neem ik ze graag mee. Ja. Dus ja, en dat heb ik ook altijd, maar die had ik ook nou niet meer in huis. Ik zit al een paar avonden zonder. Een paar? Nou, meer dan een paar. Vorig jaar heb ik de laatste opgegeven. Geen nagaan. Ja. Dus, en vleeswaren en kaas heb ik. Dus ik heb weer een heleboel. En ik heb ook nog weer uiteraard een bounty. Dus we gaan een koffie maken. En lekker bounty erbij. Nou, ik heb twee. Ik heb enkel nou niet die aan elkaar vastzitten. He, die het brood in één zak zo aan elkaar vastzit. Dat was er nog niet. Ja, witte. Nou, ik moet geen wit, ik moet bruin. Daar zit tenminste voeding in en het is gezonder. Zo simpel. En wat ik ook heb is pendaalemmerzakken met handswater. Ja. Dus, nou, we zullen het beleven. Hoe gaat het op de grond? Maar dat vraag ik niet. Nou ja, het moet toch opgeruimd worden. Dus. Nou, ik ga dat even opruimen allemaal en dan kom ik straks nog wel weer even bij jullie terug om de snoepjes van de meisjes te laten zien die ik voor hun gekocht heb. Ja, en dat gaat in de bus en in de bus zit ook nog wat en dat krijgen ze straks. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Geniet gewoon ook een beetje met ons mee. Die is even een beetje groter, hè? Ja. Lekker, hè? Heerlijk. Maar, er zit nog iets in de bus en dat kan ik niet geven, want daar heb ik er nog maar eentje van. En dat is radding. Maar, dit zijn de snoepjes. Ja, die gooi ik erbij in. En dan, hoe heet het? Wat zou ik nog zeggen? Dan komt dat ook wel weer goed. Ja, ik moet jullie helemaal draaien. Tuurlijk, hè? Zo. Ja, dus dat ga ik even openknippen. Schaartje. Zo. En dan is het koffietijd. Zo. Tas is nog volgens leeg. Ja, die kan gelijk opgeruimd worden. En dat vouwen we keurig netjes op. Een heleboel mensen, ik weet niet hoe ze dat hebben, maar die verfrommelen het allemaal zo. En dat wordt in een hoek gegooid. Oh, dat kan ik niet tegen, hè. Nee. Doe het een beetje netjes werken dan. Hup. En in de la bij de rest. Zo. Dan moet die eigenlijk de kast in, maar daar kan ik nou nog niet bij. En dat komt allemaal wel. Dat is mijn kaas, chips. Nou, dat komt wel. Oh ja, die moet ik ook nog even in de koelkast doen. Hup. Zo. Ja, de accu raakte leeg, maar de boodschappen zijn alweer opgeruimd en de boom
die is op de verlichting naar leeg. Hij staat ook weer los. Ik ben nou ook met de verlichting bezig, maar ik denk, ik ga jullie weer even zien, want ik vind dat ik nou wel eventjes heel snel ga. Ja, dus ik ga jullie even om. Ja, echt wel. Eventjes omdraaien. Ja. Ja. De verlichting, daar ben ik mee bezig. Nou, daar kijk ik zonder trap naar bij. Ik heb net de trap weer opgeruimd. En daar ligt mijn zwanendons. En de kralenketting. Er zit dezelfde kleur lint aan dan die zwanendons. Dat moet zalm wezen. De piek zit weer in de doos. Dus ja, komt allemaal weer goed. Ja, dit is een set dat hoort bij elkaar. Die klokjes en de piek. En dat lijkt er een beetje op. Ja. Dus ja, en de dames die zijn lief. Hé, ja nou? Ja, helemaal lief. Toch of niet dan? Hé? Het ligt helemaal in het donker van het tafeltje, hè? Ja, kan er niks in doen. Nee, kan er niks in doen. En ben jij ook lief? Ja, je bent ook lief. Ik ben lief. Maar ik zal hem nog verder even aan de oplader zetten. Dan kan hij nog helemaal vol gaan worden. Dus ik zou zeggen, geniet van je dag verder en tot later. Hé, lieve vrienden. Ja, en nou moet ik nog eten. Maar de boom is naar boven. Ik moet enkel de verlichting nog uit elkaar halen. Nou, dat kan morgen ook wel. Ik heb in ieder geval al de ballen ook al opgeruimd. Ik heb hier nog een bak staan, er kan nog meer bij. Maar ik heb ook nog meer versieringen. Maar ik laat het jullie even zien, dus ik draai jullie even om. De bank die staat er dus al eens, als jullie zien. Het salontafeltje is weer netjes en daar staat een stoel. Nou, het raam moet nog helemaal leeg. En er hangen, geloof ik, zilveren ballen in, dat weet ik niet eens wat er allemaal in hangt. Maar ja, die slingers moeten eruit, en de sterren moeten uit, en de verlichting voor het raam moet weg. Dat moet nog weg. Nou ja, alles moet nog weg. Ja, dat moet nog weg. Nou ja, en jullie weten hoe lang ik erover heb gedaan met versieren. En aangezien dat ik eerst die boksen helemaal leeg haal. Dat gaat ook eerst helemaal leeg. En dan veeg ik ze schoon. En nou ja, dat is allemaal van de ramen, de engeltjes en de kerstmannen van, die hier voor het raam staan. En ik geloof dat daar ook mijn hoes in zit van mijn raamstickers. Dat weet ik niet zeker. Nee, dat zit hier in. Maar in ieder geval, daar moet het dus ook nog in de keuken. Moet ook alles nog weg. In de gang moet nog weg. In de wc moet nog weg. Dus ja, en die engeltjes, nou ja, die komen in die tak tussen de keuken. Maar dan moet ik eerst die tak leeghalen, de ballen eruit, et cetera. En die bal moet nog weg en die kleine balletjes moeten nog weg. Dus ja, nog een hoop te doen. Maar ja, dan hier het ook andere dingen wat tussendoor moet. Ik moet ook nodig die keuken schoonmaken, want er staat een afwas van hier tot yesterday. Nou, en ik zou een plantje hier neerzetten. Nou, kijk eens hoe armoedig. Ja, en dat blad wordt ook al bruin. Dus ik hoop dat hij het nou weer gaat doen. Laten we het hopen. En anders moet Erwin met de moederplant bezig. Want die is ook zo zielig. Die begint ook te hangen en te doen. Ja, ik weet niet hoor wat ze mankeren in ene. Maar in ieder geval. Ja, nou, ik hoop dat die het in ieder geval weer gaat doen. Ja. Nou, voor de rest, ik moet nou nog eten en ik moet een vlog in elkaar zetten. Ja.
Ook dat moet nog. Ja? En dat heeft hij gespoeld, dat heeft hij gegoten. Hé, meisjes? Jij. Niet fijn, hè? Het is nou gelukkig weer droog, maar je ziet nog een plasje. Ik weet niet of jullie het zien. Daar dus. Dat is groter geweest, ja. Dus, dat dus. Ja. Nou, voor de rest gaat het allemaal. Oké, ik moet enkel de krantenbak weer even op zijn plaats zetten voor de tv. Ja, nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Net zoals dat de meisjes dat daar doen. En ja, geniet een beetje met ons mee. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard morgen gezond weer uit je bed zien te komen. Ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!